Human resource management is niet alleen voor mensen in bedrijven en organisaties belangrijk. Dit zei Reina Kolf, eigenaar van het bedrijf Team at the Edge. De nieuwsdienst sprak haar gisteren tijdens de 11e editie van het HR-evenement in de ballroom van Hotel Torarica. Ze was een van de sprekers tijdens het evenement. Haar toespraak had als thema From Human Resources Management to Human Heart Management. Kolf zegt dat human resources voor iedereen van belang moet zijn. En het belangrijkste doel van het event is om de mensen HR bewust te maken en wat HR betekent voor de hele samenleving. En ik was een van de sprekers en mijn verhaal ging over eigenlijk hoe we steeds meer vanuit ons hart moeten werken. Human resource management, maar dan vanuit de gedachte human heart management. Maar als je praat over human heart management, dan is het belangrijk dat je weet wie je bent. Omdat als je weet wie je bent en wat je inner power is en wat je talenten zijn, dan kan je die veel effectiever inzetten om ook andere mensen beter te begrijpen en beter te kunnen helpen om tot hun potentieel ontwikkeling te komen. De manier waarop mensen met elkaar omgaan moet vanuit het hart komen, merkt Kolf op. Dit moet vanuit respect voor de medemens. Dave Jongelok, Senior Implementation Consultant van het ICT-bedrijf Blue Dots Technology, zegt dat het van belang is dat het HR-gebeuren in Suriname meer gebruik moet maken van datatechnologie. In plaats van dat we steeds weer beslissingen nemen op basis van onderbuikgevoel, dat we meer gaan kijken naar hoe kunnen we data gebruiken om onze beslissingen beter te nemen, efficiënter te werken. En ook kijken naar wat gaat de toekomst brengen. En niet te veel blijven op wat is in het verleden gebeurd. Dus eigenlijk kijken naar wat gaat de toekomst ons brengen. Een voorbeeld daarvan is de COVID-pandemie. Niemand wist dat dat zou gebeuren. Als je erop voorbereid was, was je de belangrijke speler. Was je dat niet, moest je heel snel innoveren. En nu zijn we aan het eind van de pandemie, zoals sommigen denken. Maar we zitten nog steeds in een twijfelgeval of een semi-werk-thuis situatie waarbij je dus soms van huis uit werkt en soms naar kantoor moet. Jongelok benadrukt dat er veel meer gebruik gemaakt moet worden van de ICT-wereld. Hij zegt dat Suriname niet moet achterlopen op de rest van de wereld. Bedrijven moeten naar zijn mening meer gaan letten op de manier waarop hun employés functioneren.